Volgens mij is hij gestart. Yes, hij is gestart. Yes. Goedemorgen, Meo. Hoe gaat het met je? Goedemorgen. Bij mij gaat het goed. Gaat goed? Ja, zeker. Oké. Okay. Hoe is het gaan de afgelopen 2 weken? Want we hebben elkaar een tijd niet gezien. Je hebt ook niet meer gemaild. Dus ik ben benieuwd hoe het is gaan. Nee, ik heb je inderdaad niet gemaild. Ik heb jouw bestandjes gevolgd die je had gestuurd. Ja. Met die basisregels. Ik pak ze heel even nog erbij. Ja. Ja, daar gaf natuurlijk 5 regeltjes aan waar ik aan moest houden, soort van. Of dat zijn richtlijnen. Ja. Ik heb wel aan de meeste regels gehouden. Oké. Alleen aan sommige regels vond ik het toch wel moeilijk. Als je denkt aan regel 2, zeg maar die verdeling tussen je bord, wat jij aangaf. Ja. Ik ben heel snel geneigd om wat meer koolhydraten te pakken dan bijvoorbeeld eiwitten of vetten. Ja. Dus mijn bord zag er echt uit als de helft van het bord was koolhydraten en dan een kwart eiwitten en een kwart vetten. Ja. En ik heb het wel gewoon een paar keer geprobeerd, maar ik kreeg dat verzadigde gevoel niet. Oké. Okay. Misschien was het gewoon wennen, maar ik was daarmee best wel in de knoop aan het... in de knoop zat ik toen. Oké. Okay. Nou, en de overige stapjes die deed ik op zich wel van een langzame koolhydraat. Dat had ik havermout in de ochtend altijd. Ja. En mijn tussendoortjes die heb ik een beetje gekeken naar nootjes. En ik heb een eiwitshake tegenwoordig toegevoegd. Oké, okay, en dat voeg je toe bij je, waar zo? Bij je ontbijt, zei je? Bij de tussendoortjes. In plaats van tussendoortjes, oké. Okay. Oké, okay, laten we eerst beginnen met die ene regel die wat minder goed ging. Ja. Oké, okay, dus je vond het heel lastig om eigenlijk toch die verdeling te vinden tussen de voeding die je binnenkrijgt. Ja. Hoe zit het op dit moment qua de inname van groente? Hoe gaat dat? Ik denk dat ik 1 keer per dag wel groente eet. Maar dat zal denk ik een klein handje zijn, denk ik. Oké, okay. Want is dat... dat neem je in bij je avondeten of niet? Ja, bij mijn avondeten. Oké, okay. Ja, ik zou er dus naar streven om niet te zozeer te kijken van... Oké, okay, heb ik wel 33% van die vetten binnen... Ja. Maar ik zou dat eerder zien als groentes. We willen natuurlijk die vetten gaan verminderen. Ja. Dus we willen eigenlijk dat die vervangen worden door groentes en vezelrijke producten. Zodat die wat meer vulling geven. Okay. Wat is de reden dat je op dit moment weinig groente eet? Niet gewend eigenlijk. Gewoon, niet gewend. Okay. Nooit meegekregen van thuis, zeg maar. Oké. Okay. Kan je wel groentes opnoemen die je lekker vindt? Ja, ik vind sowieso broccoli wel lekker, spersieboontjes, topertjes. Ja, bloemkool vind ik ook wel lekker, maar dat is niet echt groen. Dus daar had ik ook wel wat over gelezen. Ja. Want waarom is dat niet groen? Volgens mij, in ieder geval wat ik gelezen heb, was groene groentes zijn dus echt... Dat ze groen zijn, zeg maar. Oké, ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Maar om het inderdaad even centraal te houden. Je lust dus wel aardig wat groentes, als ik het zo hoor. Ja, op zich wel. Ja. Ja. Ik vind het niet vies, zeg maar. Dat niet. Oké, dus het is... wat is dan de reden... Je hebt het niet meegekregen van thuis. Maar wat is dan wel de reden dat je die groentes niet neemt? Want je lust er genoeg, zeg je. Ja, ik denk zelf misschien minder bewust ervan. Dus dat ik het meer uit de losse pols schep, zeg maar, op mijn bord. En dan niet erbij nadenk van, is het wel 1/3 van mijn bord, zeg maar. Ja, ja, kijk, je zit in de beginfase, we zijn net 2 weken bezig. Ja. Je hoeft niet direct alle regels toe te kunnen passen naar volledigheid, hè? Ja. Ik zie dat daar dingen al heel goed gaan als ik het zo tussen neus en lippen hoor. Alleen, dit vind je dus wat lastiger. Daar kunnen we dus aan werken. Het hoeft dus echt niet binnen 2 weken hoeft daar de volledige hoeveelheid groente te liggen. Maar ik denk dat je zeker aan de slag kan met bepaalde soort groentes. Ja, je eet samen met je vriendin, zei je vorige keer best wel vaak. Hoe staat zij tegenover het innemen van groentes? Die staat er wel minder in. Minder in? Ja. Oké. Die vindt het niet zo heel erg lekker.
Oké, en wie kookt er ook weer bij jullie? Ons de beurt. Ons de beurt. Ja. Oké. Okay. Nou ja, maak het thuis wel bespreekbaar dat het voor jou belangrijk is. En dat het bijdraagt aan je doel. Ik weet niet of je het wel eens hebt gehad met je vriendin over hoe belangrijk het is om weer terug te gaan naar je oude gewicht. Nee, wel een keertje bespreekbaar gemaakt, maar nooit echt dieper op ingaan. Oké. Okay. Nou, ik adviseer om dat gewoon eens te doen. Gewoon een keer in een 1-op-1 setting. Daarbij hoef je niet eens per se te eisen of iets dat zij uiteraard ook die groente neemt. Maar dat het in ieder geval in huis is en gebruikt wordt, zodat jij dat wel kan doen. Okay. Zou je nog een andere tip kunnen bedenken wanneer de groente wel op tafel staat? Waardoor je ja, wel wat meer groente binnen kan krijgen? Ik denk misschien ook wat nieuwe groenten proberen of een ander recept te proberen. Dat je wat meer variatie hebt qua smaak, denk ik. Dat kan, maar als je het simpeler houdt, want je zegt net dat je wel bepaalde groentes lust, ja? Maar dat je die nog niet neemt. Denk je dan dat de stap misschien niet te groot is om nu al naar nieuwe groentes te gaan? Ja, als je het zo bekijkt dan wel, dan kan je beter eerst, denk ik, ja, groenten die je lust, wat meer proberen te eten. Dus Ja. misschien gewoon wat meer te koken, zeg maar wat meer groenten te koken. Dat je gewoon Ja. voldoende groenten. Ja, precies. Dat inderdaad. En wanneer het eenmaal op tafel staat, hoe zou je het dan kunnen toepassen? Want normaliter ligt er niet genoeg op je bord. Dan misschien 2 keer scheppen in plaats van 1 keer. Dat Ja. Ja, dat zou ik inderdaad kunnen. Een andere tip die ik mee zou geven is, begin misschien met je groentes. Je zegt nu dat je best wel veel zin hebt in koolhydraten. Ja. Misschien dat je beter kan beginnen met hetgene wat het voor jou misschien het minst lekker is. Wat je het minst graag eet. Wat wel dat volle gevoel geeft. En dat je dan aan het einde van je maaltijd kijkt van oké, wil ik echt nog iets extra's qua koolhydraten hebben. Ja. Zodat je niet direct dubbel koolhydraten neemt en vervolgens je groente laat staan of minder groente neemt. Oké. Hoe denk jij daarover? Lijkt me wel leuk om te proberen een keer. Oké. En als je het zo vertelt, dan is het wel zinnig, zeg maar. Het klopt wel, als ik het zo inbeeld. Ja, en als je toch zoiets hebt van nou, ik vind het toch lastig om groente uiteindelijk binnen te krijgen. Ja. Gewoon omdat ze gewoon op mijn bord liggen en ze liggen daar. Kunnen we ook altijd eventueel later samen kijken naar recepten omtrent het gebruik van groentes. Okay. Maar geef dat tegen die tijd eventjes aan. Als je merkt van het lukt niet, ik kan het niet toepassen, dan kan ik dat even voorbereiden en dan kunnen we dat samen doornemen. Oké, dank je. Ja, geen probleem. En hoe gaat het nu met de tussendoortjes? Want je hebt best wel veel honger blijkbaar dus met het avondeten. Ja. Kan je wat meer vertellen over je tussendoortjes? Je hebt net al iets van een eiwitshake die je hebt geprobeerd vertellen. Ja, ik heb wat minder neiging om naar chips te gaan tegenwoordig. We hebben zeg maar 1 zakje chips per hele week. Ja. Dus dat probeer ik een beetje hier en daar te verdelen. Maar ik heb meer vervangen door een... ik eet nu wat nootjes. Wat gezouten nootjes eet ik. Ja. En ik eet ook een eiwitshake, of ik drink een eiwitshake. Ja. Van het merk Body & Fit volgens mij. Oké. En die probeer ik een beetje tussen mijn ontbijt en lunch. En laat op de avond, zeg maar. Oké. Dus je hebt, dat neem je dan voor je kwark in, of vervang je je kwark in plaats van die shake? Nee, kwark heb ik nog steeds wel. Ja. De shake is meer als extraatje daartussendoor, als ik gewoon me verveel. En die noten en die shake, neem je die 's middags samen in? Nee, ik neem ze wel verdeeld in. Oké. En wat voor noten waren dat precies? Ik heb ze daar nog liggen. Volgens mij gewoon cashewnoten gezout.
Oké. Nou, op zich, voor jou maakt het niet heel veel uit, maar pas op dat je niet te veel zout binnenkrijgt, inderdaad. Hè. Daar hoeven we nu wat minder op te letten. Ja, weet je wel waar noten vooral uit bestaan? Uit welk macronutriënt? Ik denk. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken op de verpakking. Dat is de enige product dat ik nog niet gekeken heb. Maar ik denk het is best wel hard. Misschien iets van koolhydraten? Daar zitten vooral vetten in. Oké. Dus pas daar wel mee op dat je ja, niet te grote hoeveelheden neemt. Dus een handje noten, klein handje is op zich niet erg. Oké. Alleen pas op dat je niet ja, de zak bij de hand hebt, waardoor je dus hè, door blijft gaan eigenlijk. Daardoor wordt de vetinname en dus indirect de calorieinname wordt erg hoog. Oké. Hoe werkt het zelf voor jouzelf op dit moment? Het innemen van noten als tussendoortje? Ja, het scheelt wel, want ik vind ze op zich ook wel gewoon lekker en smaakvol. Ja. Maar de chippies, die mis ik op zich niet echt meer. Ik neem Okay. gewoon één keer per paar dagen neem ik nu echt een handje maar. En dat is meer voor de smaak. Dus dat vind ik echt wel een grote vooruitgang. Ja. En de nootjes zelf, ja, ik weet niet precies hoeveel ik neem nu, maar het is ook gewoon een handje met nootjes. Dus het is makkelijk weg te eten, het is wel lekker voor mij en ik vind het even lekker. Oké. Nou, hou dat gewoon aan. Het enige wat ik wel altijd wil meegeven is, staar je niet blind op de nootjes als tussendoortjes. Kijk ook vooral op het internet en ga zelf op onderzoek uit naar nieuwe tussendoortjes. Waarom? Nogmaals, er zit er voor de hoeveelheid noten die je eet vaak best wel veel vet en calorieën in. Dus wanneer je wat meer honger hebt, zou ik adviseren om voor een ander tussendoortje te gaan. Een tussendoortje wat misschien wat meer vult voor jou. Dus daar wil ik dadelijk eigenlijk met je mee aan de slag gaan. Ik heb een tussendoortjesfolder. Ja. Waarin ik wat tussendoortjes uit heb gelegd. Met wat korte recepten erbij. Okay. Dus misschien dat je daarin geïnteresseerd bent. Ja, ik heb hem inderdaad voor mijn neus liggen. Oké. Pakken we die er zo bij aan het einde van het gesprek. Dan ben ik nog wel benieuwd naar de rest van je voedingspatroon. Gaan we daar zo mee aan de slag. Ja. Oké, dus de tussendoortje is. De chips is al minder nu. Dat gaat al minder. Hè, dat zat minder. De vorige keer echt structureel in. Ja. Je tussendoortjes pas je toe. Je gebruikt wat eiwitten. Dat klinkt echt allemaal heel erg goed. Ja. Hoe gingen de andere regels? Even kijken. Nou, in ieder geval weet wat je eet. Je vertelde dat ik gewoon eventjes op de producten moet kijken van wat zit er nou in. Hoe ging dat? Ik vond het op zich soms wel. Het was wel soms even schrikken wat in het product zit. Oké. Okay. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Wij nemen heel vaak melk, zeg maar. Ja. Yeah. Ik wist eigenlijk nooit wat in melk zat. Ik dacht altijd gewoon eiwitjes, noem maar op. Ja. Yeah. Maar er zit best wel veel vet in. En ja. Dat wist ik gewoon niet eens. En als je kijkt naar gehakt, het verschil wat jij vorige keer vertelde tussen gehakt en mager gehakt. Ik wist niet dat er zoveel vet in gehakt zat. Ja, precies. Hè? Dus dat is ook zo belangrijk om die etiketten te lezen. Ja. En het hoeft echt niet bij alle producten. Maar kijk vooral bij producten die je structureel eet. Zodat je een eigen beeld gaat krijgen van oké, wat voor soort producten eet ik. Bestaat het vooral uit eiwitten of vooral uit vetten of koolhydraten uiteraard. Maar dat is je wel goed afgegaan. Ja, ik vond het op zich ook wel leuk om te doen. Gewoon, okay. Je leert veel meer over een product. Oké. En welke producten naast de melk, daar schrok je wel van? Heb je nog andere voorbeelden? Ja, ik keek toevallig ook bij de Desperados. Oké. Ik hou wel van een Desperados of een paar Desperados op een avond, zeg maar. Ja. En daar zat ook echt een bom vol met koolhydraten, met calorieën. Ja, klopt. Hè. Dat is echt, volgens mij in mijn hoofd is 1 of 2 biertjes is voor me al 4 boterhammen. Dus dat valt niet te vergelijken inderdaad. Nee. Maar drink het gewoon met mate. Hè. Wanneer je er zin in hebt, neem het wel een keer. Ja. Maar hoe zou je dat dan
de rest van de dag kunnen doen. Want vorige keer zei je het al heel mooi hoor. Maar stel dat je toch een keer zin hebt in een biertje. Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Ja, ik heb zeg maar, bij mijn vorige dieet wel geleerd dat je een soort van moet compenseren. Ja. Dus als ik weet dat ik een biertje ga nemen, bijvoorbeeld als we gaan barbecuen, dan probeer gewoon eerder op de dag te compenseren met wat calorieën. Ja, precies. Nee, helemaal top. Dat heb je er goed door. Dat zat er echt al in. Dat is fijn om te horen. Oké, dus die etiketten gingen goed. Die verdeling van die bord, dat vond je lastig. Tussendoortjes gaan, daar gaan we dan zo nog eventjes verder op door. Ja. Die langzame koolhydraten in de ochtend, hoe ging dat? Want die past je normaal toe. Maar... Ja, die gingen gewoon op zich gewoon prima. Ik heb standaard dat ik gewoon havermout eet. En af en toe wat krusli, maar... Ik denk dat ik in een week tijd wel 4 tot 5 dagen avondmaaltijd eten. Oké, goed. Goed om te horen. Heb je nog vragen over, over die regels die we vorige keer hebben besproken? Nee, eigenlijk niet. Ik vond het echt dat het best wel helder was opgesteld. En je gaf best wel goed uitleg erbij. En als ik het zo weer lees, ik heb het voor mijn neus weer liggen, snap je nog steeds precies hoe het werkt hoor. Oké, fijn om te horen. Ja. Blijf dit gewoon toepassen. Hoe lastig het soms ook kan zijn, probeer dit toe te blijven passen, ook al gaan we nu wat extra tussendoortjes toevoegen. Zie je het echt los van elkaar. Dit document wordt hopelijk de rode draad door je dieet heen. Okay. Dus stel dat je toch, toch op een gegeven moment last gaat hebben met bepaalde dingen, of originaliteit, of wat moet ik eten? Geef het weer aan. Dat is echt belangrijk. Oké, prima. Oké. Nou, gaan we eventjes door naar de tussendoortjes folder. Heb je hem openstaan? Ja, ik heb hem nu openstaan. Oké. Nou, om maar even kort doorheen te gaan. Waarom heb ik deze folder gemaakt? Ik merk dat heel veel mensen die bij me komen voor hulp, dat die de tussendoortjes best wel lastig vinden. Ik hoorde jou vorige keer al een stuk fruit. Je komt nu met noten. En dat zijn wel vaak de dingen die ik wel wat vaker hoor. Ja. Ik denk wel dat het wat leuker gemaakt zou kunnen worden. Als je dat zou willen. Ja. Dus vandaar dat ik deze folder heb gemaakt. Daarbij heb ik in het begin eigenlijk wat generieke informatie gegeven over bepaalde onderwerpen. Zoals het kiezen van een tussendoortje en keuzestress. Het komt erom neer, houd het heel simpel voor jezelf. Wat voor jou werkt, dat werkt. Ik adviseer ook vaak om 3, 4, 5 tussendoortjes te kiezen, op te schrijven voor jezelf en die de hele week te gebruiken. Dat betekent niet dat je niet een ander tussendoortje mag gebruiken, maar ik merk dat wanneer mensen het eenmaal zwart op wit hebben staan, wat ze gaan gebruiken, dat ze het eerder zullen pakken. Ik merk dat het denkproces, als er nog nagedacht moet worden van oké, wat ga ik eten, dat je dan eigenlijk al te laat bent en dat je dan om je heen grijpt van oké, wat is het meest ongezonde wat nu in mijn buurt ligt, want ik heb honger en dat neem je dan. Dus ja. lees die gewoon eens door, herkenbaar zo te horen? Of ja, niet? Altijd als ik bijvoorbeeld van een lange dag werken kom, als ik thuis kom, en je hebt geen zin om hele... gezonde maaltijd te maken, ja, dan ga je toch wel heel snel naar iets ongezonds. Ja, precies. Dus wees dat echt voor. Het gaat echt vooral om voorbereiding. Maar lees die stukjes door. Er staan misschien ook, misschien wordt het dan nog een stukje duidelijker voor je. Ik heb een gedeelte over eiwitpoeders, over waar het verdient. Nou, volgens mij, dat weet je wel. Dat zit er wel in bij jou. Ja. Hetzelfde geldt voor het derde tussendoortje, de reden dat we die nemen. Daaronder heb ik wat tussendoortjes staan die je kan gebruiken. Sommige tussendoortjes hebben iets meer voorbereiding nodig dan de ander. Denk aan de groentesoep, daar ben je toch wel 1 minuut of 10 mee bezig. Dus als je op het moment zelf nog denkt van ik moet nu een tussendoortje eten, ben je eigenlijk te laat al. Okay. Maar er zitten ook dingen bij die je binnen een paar minuten kan klaarmaken. Ja, ik zie het. Lees die gewoon eens door en kies er voor de volgende keer een x-aantal uit die je gaat gebruiken. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat is gegaan eigenlijk. Dat is goed.
Er zit verder geen echt recept bij, want de meeste ingrediënten of tussendoortjes zijn gewoon een x-aantal ingrediënten en die doe je bij elkaar. Als je het niet op het internet kan vinden hoe je het moet maken, stuur me gewoon maar een berichtje en dan help ik je ermee. Ja. Naar onder rollen, die we nog eiwitbronnen staan. Ja. Ja, ik wil graag dat... ik merk dat heel veel cliënten gewoon het lastig vinden ook om eiwitbronnen te gebruiken. Als jij twee eiwitbronnen opnoemt die je gebruikt, wat zou het eerste zijn dat in je opkomt? Vlees. Ja. En mijn kwark. Ja, precies. Inderdaad, dat zijn er twee. Ja. Ik merk dat heel veel mensen vaak zeggen gelijk het gebruik van eieren. Ja. Maar dat betekent niet dat je de hele dag door eieren hoeft te nemen. neem deze gewoon eens door. Kijk welke voor jou werken. En kies naast die kwark en je vlees eventjes drie eiwitbronnen die jij zou kunnen gebruiken voor de volgende keer. Oké. Okay. Yeah? Ja, top. Onderin heb ik nog wat smaakmakers staan. De dingen die je tussendoortjes leuker kunnen maken. Het gebruik van sausen die lager calorieën dan bijvoorbeeld een mayonaise, die toch wel hoger zijn vetten. En ik heb er nog een probeer te ontwijken tabel bij gezet. Daar staat dus ook noten in, maar dat heb ik dus net uitgelegd. Hè? Het is voor jou nu, werkt het heel erg omdat het een goede vervanger is voor je chips. Dus houd het er lekker in. Normaliter zou ik het niet aanraden, omdat er best wel veel calorieën in zitten voor de hoeveelheid voeding die je ervoor terugkrijgt. Dus de verzadiging ervan. Okay. Pas ook op met geperste sappen. Er zitten heel veel suikers in. Hetzelfde voor koeken, sultanas en fruitbars. Als je denkt dat je wel een gezonde variant hebt, kijk eventjes bij de hoeveelheid koolhydraten die erin zit. Okay. Oh, sappen. Yes? Nog nooit geweten. Ja, want de meeste mensen denken dat er dat sappen zoals sinaasappelsap best gezond zijn. Ja. Er zitten veel vitamine in, maar aan de andere kant zit er ook heel veel suikers in en dat weegt niet op naar elkaar. Weet je ook waarom het gebruik van sappen, waarom ik dat zou afraden of niet? Nee, ja, wat ik hier lees of wat jij daar vertelde over de suikers, maar ik zou geen andere reden weten. Ja, want heb je ook wel eens gehoord van een sapdieet? Nee. Oké, dat zijn dan mensen die krijgen dan hele pakketten binnen met, soorten sapjes. Dus denk aan sinaasappelsap en een spinazieshake en dat soort dingen. Ja. Dat is eigenlijk een soort shake dieet. Wat denk je dat de reden zou zijn dat dat vaak niet werkt voor mensen voor op de lange termijn? Ik denk dat je geen andere stoffen binnenkrijgt zoals eiwitten. Er kunnen eiwitten in zitten, dus dat op zich is dat niet het grootste probleem. Je zou dus ook een eiwitshake kunnen nemen. Maar wanneer je shakes neemt, is dat al van zichzelf vloeibaar. Ja. Dus je hoeft eigenlijk niet meer te kauwen. Dat gaat gewoon direct naar je maag toe. Ja. Dus het wordt super snel verteerd. In de tegenstelling tot eten waar je nog op moet kauwen. En wat nog afgebroken moet worden door je lichaam. Ja. Dus wanneer jij heel veel sapjes drinkt. Of misschien 3-4 sapjes op een dag. Krijg je heel snel dat hongersgevoel weer terug. Die verzadiging die blijft weg. Okay. Dus pas daar maar op hoor. Dus het gebruik van eiwitshakes is prima om je eiwitbehoefte aan te vullen. Ja. Maar een sapdieet werkt voor de meeste mensen vaak op de lange termijn in ieder geval niet. Omdat ze niet hun hele leven sapjes gaan blijven drinken. Maar ook omdat ze gewoon heel snel heel veel honger krijgen. Een beetje wat jij in het begin aangaf. Hè? Je hebt best wel snel honger. Dus ja. Dan grijp je weer naar eten toe. En daarom zou ik dat dus afraden. Om te gebruiken. Heb je verder nog vragen over de tussendoortjes folder? Nee, ik vind het echt wel heel leuk dat je het zo hebt opgesteld. Ik kan gewoon... Ik zie echt wel lekkere dingen tussen die ik gewoon heel snel kan klaarmaken. Oké, fijn. Die eiwitlijst... Nou, ik had nooit aangedacht dat er zoveel dingen waren waar eiwit in zitten.
Dus gaat wel leuk worden, denk ik. Oké, nou, neem die gewoon eens door. Ja, voor de volgende keer kies dan eventjes 3 tussendoortjes uit die je graag zou kunnen gebruiken. Ja. En kies ook eventjes 3 extra eiwitbronnen uit naast dan je vlees en je kwark, want die ken je al. Ja. Die jij zou kunnen toepassen op je dieet. Oké. Voor vandaag, ja, super gedaan verder. Je bent lekker bezig met die regels. Dat zit er bijna helemaal in. Ga ook met die verdeling van die groenten aan de slag, hè. Dus ja. Hoe het, kijk hoe je dat meer kan nemen. Dat hebben we ook al besproken. En de rest van de regels gaat eigenlijk best wel goed. Okay. Dus dat is fijn om te horen. Heb jij verder nog vragen? Nou ja, wanneer zal de volgende meeting zijn? Of de ja, volgende meeting doen we over, gewoon weer over 2 weken. Doen we gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Oké. Okay. Heb je alles om aan, om aan de slag te kunnen gaan de aankomende 2 weken? Ja, ik ga gewoon wat jij zei, daarmee eventjes aan de gang, die tussendoorlijstje. Yep. En even focussen op dat regel 2, je indeling van je bord. Ja. En dan kom ik wel, denk ik, ver eind. Dat gaan we gewoon echt proberen. En zorg ook dat je de rest blijft doen, hè? Dat je dat echt in je systeem komt te zitten. Ja, zou ik doen. Oké, fijn. Is goed. Als er wat is, stuur me een mailtje en anders dan spreek ik je over 2. Ja, is goed. Ja. Yes? Yes, dankjewel voor je tijd.